Welkom op Troom School. Wow. Dit gebouw zit vol met kennis. Trouwens, dat zijn jullie kluisjes. What? Oh nee, dat meen je niet. Wat dacht je van deze? De eerste regel van de school is nooit ruzie maken met de directeur. Nou, dank u, juffrouw Sophie. Ik kan het niet geloven. Wauw, dat is een hoop troep. Kijk, daar is Lily. Wauw, er is een gloed. Rechts in de muur. Ik vraag me af wat daar is. Zou het een geheime kamer zijn? Wow. Zie jij het ook, Jane? Laten we de geheime ruimte verkennen. Is het niet gevaarlijk? Het belangrijkste is dat de directeur ons niet ziet. Wees voorzichtig. Ik kom eraan. We hebben geen getuigen nodig. Ja, indrukwekkend. Het lijkt een verlaten pakhuis. Er moet ergens een schakelaar zitten. Bingo. Laat er licht zijn. We hebben dit niet nodig. Stel je voor, Lily, onze privékamer. Geweldig. Het is tijd om aan het werk te gaan. Goed gedaan. Wat is het volgende? Ik heb een idee. Volg mij. Let's go. En ik had zoiets van, als je me uit wilt vragen, zeg het dan gewoon. Ik denk niet dat het iemand zal ontbreken. Je kan nooit te veel planken hebben. Hoe meer, hoe beter. Toch? Dit zal dienen als een geweldige basis. En de houten pallets zullen het frame voor het bed worden. Dat is het. Zo simpel is het. En nu mijn favoriet. Wow. De planken vastmaken met de schroevendraaier. We hebben wat zachtheid nodig. Laat me denken. Ik ben zo terug. De gymzaal van de school is nooit leeg. Jack is zijn vaardigheden aan het oefenen. Ja, het is geen makkelijke taak. We moeten het juiste moment kiezen. Kijk hoe ik het doe. Ik denk dat dit mijn kans is. Excuseer me. Auw, mijn rug. Ik heb een matras voor ons. Ik moet toegeven, het was niet makkelijk. Maar nu zal het te zacht zijn. Je bent een genie, Lily. Ik heb ook iets gevonden. De schuimvulling zal het hoofdeinde bedekken. De finishing touch is een felgekleurde sprei. En gezellige kussens zullen een leuke sfeer creëren. Houten randen kunnen het tapijt bedekken. En natuurlijk, hoe kan het zonder stijlvol decor? Ik kies voor het bovenste bed. Dan neem ik het onderste. Een zacht dekentje komt altijd van pas. Dit licht ziet er mooi uit. Oh my God. Dat is leuk. Oh, ik vergat jou bijna. Je kan niet te veel lampen hebben. Hey. Je bent zo goed hierin. De meisjeskamer zit vol geheimen. Hey Lily, kun je dat ook horen? Nou ja, er is daar iemand. Laten we eens kijken. Wauw, je bent wanhopig. Yes, ik heb het gedaan. Je houdt nooit op met me te verbazen, Jane. Oh mijn god, dit is een wiskundeles. Het lijkt erop alsof ze een toets maken. Ik kan de goede antwoorden zien. Het zou dom zijn om zo'n kans voorbij te laten gaan. Kies het eerste antwoord bij de vierde vraag. Eens kijken, wat hebben we hier? Rustig, Jane. Ze zullen ons zien. Jij en ik zijn genieën. Je kan zowel goed eten als huiswerk hebben. Herinner je je de stelling van Pythagoras? A kwadraat plus B kwadraat is gelijk aan C kwadraat. Dankjewel, ik was het helemaal vergeten. Yummy. Het lijkt erop dat de meiden hun geheime kamer volledig hebben verlaten. Ik ben te lui om naar de vuilnisbak te gaan. Oh, ik heb zo'n dorst. Ik haal een cola. Oeps, wat een verrassing. Lily, ben je oké? Ik ben in orde. Ik denk dat het tijd is om op te ruimen. Alles wat we nu nog moeten doen is het juiste gereedschap pakken. Ik ben een vrolijke conciërge. Stof heeft geen schijn van kans. Oh, ik heb zo'n honger. Kom naar mij, mijn schat. Ik heb het gedaan. Ik heb de bezem. Ik ben trots op je. Kom hier, Franse frietjes.
Dat is het. Recht naar de vuilnisbak. Oké, dat is het voor vandaag. Mm-hmm. 87, 88. Niemand gaat het gooien voorbij de prullenbak. Huh? Pluizige roesjes. Wat voor grap is dat? Uh-oh. Afval recht onder mijn neus? Oeps. Nou, wacht maar af. Hmm. Astronomie is moeilijk. Kijk naar al die sterrenbeelden. Wow. Hoe kan ik ze allemaal onthouden? Ik heb geen idee. De Ursa Major en de Ursa Minor. En Cassiopeia. Wat saai. Hier is een idee. Zullen we een sterrenhemel maken? Als je het niet erg vindt. Dat klinkt interessant. Nu nog de bollen in de juiste sterrenbeelden plakken. Laten we eens kijken. Oh my god. Wat een fantastisch moment. Wauw. Dit is zo spannend. Een saaie kaart verandert in een ruimtenachtlampje. We hebben een telescoop nodig. Nu zal studeren voor de les extra leuk worden. Hey Jane, hoe zit het met het dichtmaken van het gat in de muur? Nee, nee. Wacht. Dit frame zou een stijlvol schrijfbord zijn. En we kunnen er ook een handige organizer van maken. Ben je klaar om een beetje te tekenen? Let's go. We hebben zwarte acrylverf nodig en wat krijt. Giet de verf in een klein potje en doe er dan een krijtschaafsel bij. Geweldig. Laten we beginnen met schilderen. Schilder voorzichtig de hele omtrek van het karton. En laat de verf drogen. Okay. Maak de bekers vast aan het karton met lijm. Vul de organizer met onze favoriete schrijfwaren. Voilà, het krijtbord is klaar. Mooi en erg handig. Het is een mooie dag om badminton te spelen. Ik vang het. Daar ga je. Dat is niet eerlijk. Weet je, ik had net een geweldig idee. Laten we dan naar onze geheime kamer gaan. We hebben vogeltjes en een slinger nodig voor dit idee. Terwijl Lily het snoer ontrafelt, werkt Jay met de schaar. We moeten wat knipjes maken. Zoals dit. En nu de laatste afwerking. Steek de bollen door de gleufjes aan de zijkanten van de vogeltjes. Hmm. Waar hangen we deze schoonheden op? Hoe zit het met ons bord? Ik denk dat het geweldig is. Ah, het is perfect. Ik weet het toch? Wow. Het is zo schattig. Hoe draai je dat ding? Daar ga je. Die hula hoop viel er weer af. Kom op, Jane. Geef het niet op. Nee, dit is belachelijk. Ik kan het niet doen. Lily's geduld lijkt op het einde te zijn gekomen. Vang het. Laten we iets meer praktisch ervan maken. Bind een touw aan de hula hoop. Zoals dit. Geweldig. Doe nu hetzelfde, maar dan horizontaal. En trek het zo strak als je kan. Wat moet ik doen met de rest van de touw? Hier, ik zal het je tonen. Wauw. Dat is heel mooi. Hang de touw aan de plafondbeugel. We maken de hula hoop eraan vast en beginnen de testrit. Dappere Jane gaat eerst. Woehoe! Dat is zo cool. En nu is het mijn beurt om het te proberen. Wat hebben een wereldbol en een papieren handdoek gemeen? Ze kunnen gebruikt worden om een decoratie te maken voor een geheim feestje. Wow. Jane gebruikt papieren handdoeken voor een prachtige feestslinger. En Lily heeft een idee om van een wereldbal een discobal te maken. Een cd? Dat is zo ouderwets. Voorzichtig, Lily. Bezeer je niet aan de scherpe randjes. Het lijmpistool is een goede hulp. Laten we een schaar gebruiken om het papier te knippen. Hey Jane, ben je al klaar? La 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 la! Ik ben bijna klaar! Wikkel de uiteinden in de felgekleurde tape. We moeten alleen nog aan een lang touw ze vastmaken. De discobal verlicht de hele geheime kamer. Een zelfgemaakte slinger komt altijd van pas. Ik kom echt in de feeststemming. Attentie iedereen! Iedereen is uitgenodigd op ons geheime feest. Ik moet gewoon komen. Oh, wauw. Dat is een grote menigte. In dat geval, je bent welkom. Voorzichtig, er is niet genoeg ruimte. Wauw, hier is mijn uitnodiging. Dit is te gek. Meiden, welkom op het feest.
Ik heb altijd al zo'n schommel gewild. Help jezelf. Het is zo cool hier. Lucy, probeer de cupcakes. Ik heb ze zelf gemaakt. Jongens, jullie zijn zo cool. Ik ben zo jaloers. En nu is het tijd om te feesten. Alleen muziek en dansen tot in de ochtend. Wat vind je van deze lichteffecten? Huh? Waar komt dat lawaai vandaan? Wat is hier aan de hand? Oh nee, het is onze directeur. Neem ons niet kwalijk, mevrouw. Het was niet onze bedoeling om... Oh, ik voel me niet goed. Oeps, wilt iemand een glas water voor haar halen?